Kan je nog eens uitleggen waarom je voor Feyenoord hebt gekozen? Nou ja, ze waren geïnteresseerd ten eerste. En ja, voor mij is Feyenoord gewoon een topclub in Nederland. En ja, in alles. In ja, de grootte van het stadion, niveau, historie. Dus voor mij de ideale stap. Het is de zoveelste prijs in korte tijd. Jouw tijd bij Feyenoord begint een ongekend succesvolle te worden. Realiseer je dat? Ja, je denkt er wel eens aan. Als je nu 4 prijzen pakt en 4 jaar dat je hier zit, dat is wel redelijk gemiddelde denk ik. Huh? Lekker hè? Heerlijk. Geniet ervan, jongen. Ik heb hier 8 jaar gespeeld. Ik heb echt een ongelofelijke tijd gehad. Ja, we hebben samen prijzen gepakt. Ja, ik wil jullie bedanken voor al jullie steun. Ik heb altijd jullie waardering gevoeld. Die waardering naar jullie is er uiteraard ook. Ik denk dat jullie dat wel weten. Ja, er gaan ongetwijfeld nog veel meer successen voor bij de club. En die gun ik jullie ook van harte. En ja, wie weet dit seizoen al. In ieder geval voor iedereen het beste. Grote passen. Congolo Jurgensen voor het doel. Toornstra voor de goal. En 1-0 Feyenoord. Schitterende aanval. Jurgensen doorkomt van Toornstra. En ja! Het is weer een wedstrijd in de Kuip. Competitie goal. Nummer 14 voor Toornstra. Allemaal. In dit stadion gemaakt. Karsdorp, Toornstra, de tandem op rechts, Toornstra! Ja, 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 ja! De tandem op rechts dus. Karsdorp en Toornstra. In de extra tijd zitten. En de bal voorkomt richting Toornstra. Toornstra, die maakt het af. Een schitterende goal. En daarmee Feyenoord op 1-0. De voorzet wordt weer net verdedigd. Maar dan alsnog ingeschoten. Toch gebeurt het voor Feyenoord. Het doelpunt van Toornstra. Daar komt Toornstra. Ja, en daar is Toornstra in tweede instantie. En dat is een 0-1. Brengt in de valpartij bij Sinisterra en dan Toornstra met een geweldige aansluitingstreffer. Prachtige goal van Toornstra. Hij staat maar weer eens op, zoals dat zo vaak het geval is als het helemaal niet loopt bij Feyenoord. Boetius. Nabo uit, Boetius, zie je de vrije Toornstra. En een schitterende openingstreffer van Feyenoord. Een aanval om in te lijsten van de landskampioen. Zo'n stuiter, lukt maar niet. En daar Toornstra, mooie goal zeg. Prima voorzet van Avelia. En prima ingekopt door Jens Toornstra. De voorsprong is voor Feyenoord.
mooiste wat ik tot nu toe heb meegemaakt in mijn voetbalcarrière. En om dan net daar op de bordes te staan en al die mensen te zien, dat is fantastisch. Dat is vorig jaar al mooi, maar ik denk dat het dit jaar nog veel mooier is.